Wailord is de reverse. En als laatste komt er... Ja, er komt nu wat moois aan, jongens. Iets met grass. Zou dit weer een Celebi zijn? Zit die in deze serie? Yo, Nintendo fans! Het is weer tijd om Pokémon-kaarten uit te pakken. En ik heb een hele vette box. Eentje die je niet zo vaak in Nederland ziet. Namelijk deze Mythical Squishy Premium Collectie. Waarin dus allemaal figuurtjes zitten. Van Mew, van Celebi en van Victini. Super vet. Oh ja, en er zitten natuurlijk ook nog 8 pakjes met kaarten in. Dus we gaan ze snel uitpakken. Doe duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren en zet dat belletje aan. Kijk dan hoe leuk deze figuurtjes zijn. En ja, ze zijn dus inderdaad squishy. Je kan ze zo indrukken. Ik vind het zo cute. Ik heb niet zo heel veel met Victini. Maar ik moet je zeggen dat ik Mew wel heel leuk vind. Alhoewel dit figuurtje van Mew, die is niet zo heel bijzonder. Ik vind eigenlijk vooral die van Celebi echt super leuk. Ja, Celebi is een baasje, joh. Dus kijk dan hoe vet. Heel cool. En dit zijn ze alle drie bij elkaar. En van die 3 Pokémon krijg je natuurlijk ook gelijk een hele vette promokaart. Namelijk deze Victini V. Ik vind dit wel een vet kaartje. Alhoewel ik niet zoveel met Victini heb. De Celebi V kaart. Ja, je kan niet genoeg Celebi kaarten hebben. Want Celebi is gewoon zo leuk op zo'n kaart. En hier de Mew V kaart. Een eindelijke V kaart van Mew. Hopelijk kunnen we nog een hele vette Mew kaart gaan poelen. Oh, wacht even. Toen ik net zat te kijken, zag ik dat dit geen eens promokaarten zijn. Kijk maar, want dat hoort altijd hier onderin te staan. Maar blijkbaar zijn dit dus geen promokaarten, maar horen ze gewoon bij de serie. Want hier zit echt van alles en nog wat in. Kijk, we hebben hier bijvoorbeeld Chilling Rain. Daar hebben we 1 pakje van. We hebben hier 1 pakje Rebel Clash. Dat is best wel lang geleden volgens mij. We hebben hier Battle Styles. En daar hebben we dan 2 pakjes van. 2 pakjes Vivid Voltage. En 2 pakjes van een van mijn favoriete series Evolving Skies. Laten we beginnen met Rebel Clash. Heel vaak heb ik namelijk aan het begin en het eind van mijn video's een goed pakje. En Rebel Clash pakken we niet zo vaak uit. Dus ik hoop dat ik hier een leuk kaartje van heb. We beginnen met de Galar Mine. Dan hebben we hier Bronzong. Volgende is een Metapod. Dat lijkt wel gehaakt of gebreid of zo, deze Metapod. Dan hebben we hier Surfskit. Een Stuffle. Een Koffing. Die ziet er echt naughty uit. Die zit gewoon scheten te laten. Hier zie je het. Hij kijkt echt zo van... I just farted. Wat de hel. Oh, Impidimpi. Super grappig. Impidimpidimpidimpi. En de Shinx. Oh, die is wel cool. Deze Shinx doet vet stoer. Het is nog een kleine Shinx, maar hij doet stoer. En ik vind het leuk als Shinx stoer doet. Een Electabuzz holo. Reverse holootje natuurlijk. En als laatst een Ludicolo. Helaas. Geen goed begin. Maar hé, dat betekent dat het alleen maar beter kan worden. Misschien wel met Chilling Rain. Misschien brengt het wel weer geluk als ik het codekaartje aan jullie geef. Let's go. Psychic Energy. Dan hebben we je Curlia. Agatha. Flannery. Een Sobble die aan het mediteren is. Ladyba. Die van deze kaart hebben we allemaal best wel vaak gezien. Crabrawl hebben we ook al gezien. Grookey hebben we vaak gezien. Peony is de reverse. En als laatst hebben we hier een Spiritomb. Oké. Deze pakjes willen stoer doen. Misschien dat Battle Styles geluk brengt. Daarmee beginnen we met een Fire Energy. Een Fero. Best wel ja, makkelijke tekeningen als ik het eigenlijk mag zeggen. Een Grumpig. Apart kaartje. Een Single Stride Scroll of the Scorn. Een Silly Cobra. Galarian Mr. Mime. Bellsprout. Een Mienfu. Een Yamper. Oh, dit is wel cute. Met een Pokeball in zijn bek. Dit is wel een geinig kaartje. Dan hebben we hier een Emboar Reverse Single Strike. En als laatst, Electivire. Weet je wat ik denk? Ik denk dat we nu de slechte pakjes hebben gehad. Let's go jongens, een beetje Pikachu Energy. Hier een Golbat. Energy Recycler. De Urn of Vitality. Onix die lekker ligt te tukken. Dan hebben we hier Spearow. Een Sizzlypeed. De volgende is een andere Shinx. Een Cacnea. Een Marowak Reverse. En als laatst hebben we dan een Kingdra. Oké. Dit begint erop te lijken. Dit is in ieder geval een holo rare. Oké. Trouwens best wel vette art. Ik vind Kingdra ook eigenlijk best wel cool. Volgens mij is het best wel een bruikbare Pokémon. I like it. We hebben nog 2 Vivid Voltage pakjes. En 2 Evolving Skies. Maar laat dan in Evolving Skies maar gewoon de goede kaarten zitten. Ik bedoel, daar wil ik gewoon de tofste kaarten van. Anyway, eerst Vivid Voltage. Met een Fire Energy. Een Stone Energy. Dan hier Shuckleuckle. Een Cramorant die lekker aan het eten is. Een Eevee met vallende sterretjes. Een Trubbish. Een Shuppet. Een Chewtle. Dan hebben we hier Riolu. Wailord is de reverse. En als laatste komt er... Ja, er komt nu wat moois aan, jongens. Iets met grass. Zou dit weer een Celebi zijn? Zit die in deze serie? Volgens mij niet. De laatste is denk ik Appleton. Ah nee, het is Orbeetle. Haha.
Orbeedle V. Ah, dit is best wel cool. Ik vond Orbeedle wel een van de leukste Pokémon in de nieuwe generatie. Samen met Sandyscorch. Sandyscorch en Orbeedle vond ik allebei heel vet om te gebruiken. Dus deze gaat lekker in een hoesje en bij mijn 4-kaartencollectie. Let's go! Vivid Voltage gaat goed. Dat betekent dat jullie weer een codekaart krijgen. Alright, alright. Let's go. Cramorant, die hadden we net ook. Kakuna, die hier van het mooie weer aan het genieten is. Kijk hem lekker chillen in zijn boompje, jongen. Een Kurchester Bath. Slugma die op de vulkaan is. Een Milkery. Een Beldum. Woeper de Poeper. Een Ninjada. Een Beauty Reverse. En als laatste hier hebben we een Galarian Berserker. Galarian Berserker? Maar bestaat er dan ook een niet-Galarian Berserker? Ik bedoel, Berserker is toch altijd Galarian? Kijk, je hebt nu hier natuurlijk Galarian Meowth, die snap ik. Maar Galarian Berserker, dat klopt volgens mij niet. Dat hoeft er niet voor, Galarian. We zeggen toch ook niet Galarian Grookey? Of is dit een hint? Dat Berserker eigenlijk al veel langer bestond. En niet alleen in Galar. Oké, jongens. Evolving Skies. Let's go. En eigenlijk verwacht ik hier wel wat van. Ik denk dat hier wel wat moois in gaat zitten. We hebben hier Lombre. The Rapid Strike Scroll of the Flying Dragon. Een Fletchinder. Teddy Ursa tussen de bloemen. Mareep in het bos. Een Holpip in, weet ik niet. Space lijkt het wel. Huh? Nog een Mareep? Oké, gaan we zo doen? Ga je zo doen dat je gewoon twee dezelfde kaarten in één pakje doet? Wat is dit Pokémon Company? Dit kan je niet maken. We hebben Zorua, Milotic Reverse en als laatste Talonflame. Ik word belazerd met deze doos. Beter geef je mij hier een 100 euro kaart Pokémon Company. Kom op, zo kan je niet zijn. Gewoon dezelfde kaart in één box. We beginnen in ieder geval met Steel-type Energy. Dan hebben we hier Boldor. Skyplume, of Skiploom, Fletchinder, Lillipumpy, Emolgatje, Tentacooltje, Pumpkaboo, Vegan, Temple Reverse en als laatst in deze video hebben we een Appleton. Oké, jongens. Ik ben een beetje teleurgesteld. Ik bedoel, we hebben natuurlijk hele vette promokaarten gekregen. Van Victini en van Celebi en van Mew. En ja, daarna kwam eigenlijk alleen Orbeedle V. En we hebben natuurlijk deze hele schattige squishies wel gekregen. Dat is waar. Maar ik heb 80 euro voor deze box betaald. En soms gaat het zo. Soms geef je veel geld uit aan een box en krijg je helemaal niks in die doos. En ook deze boxen wil ik gewoon aan jullie laten zien. Want ik wil wel zo eerlijk zijn dat dit dus ook soms kan gebeuren. En ik hoop dat jullie mij eerlijkheid op prijs stellen. Dus doe zeker dat duimpje omhoog en abonneer en zet het belletje aan. Want misschien hebben we de volgende keer wel weer gewoon een hele goede box. Daar gaan we vanuit. Ik zie je bij de volgende. Mazzel!